En het hek is gevallen voor de eerste finale. Gaan we kijken wie er vandaag met de winst van de morgen gaat. En de thuisleider van de Red Bulls erbij zitten. Maar het lijkt erop dat Villa ben gedaan als eerste die eerste bocht in Kuip. Er komt er ook als eerste uit. De Zee komt er als eerste uit. Maar er zit de Sander Waaienberg nog een plek in de motor. Dus we zitten gewoon met de winst vandaag naar huis gegaan. Er komt nog iemand daar een nek eigen voor Mike Rox. Dat is dan 921. Dat is dan Lars Timmer die daar op plekje nummer 4 zit. Dat is een Viggo Pech die daar als eerste richting de finishlijn gaat. Sander Waaienberg op plekje nummer 2. Komt nog een actie daar van Mike Rox. Kan hij er nog voorbij komen? En het lijkt erop dat Mike daar met plekje nummer 2 van doorgaat. En Sander Waaienberg daar genoeg om moet gaan nemen met plekje nummer 3.